Zo, de coalitieonderhandelingen zijn rond. We krijgen een nieuw kabinet. Eindelijk, weet je wel. Dan kunnen we een verse start maken. Want er is zoveel gebeurd. Weet je nog hoe dat ging? Eerst had je die Bulgaren. En die Bulgaren die hadden uitkeringsfraude gepleegd. En iedereen verontwaardigd. Want er kwam een reportage over die Bulgaren. Van ons geld. Wat zullen we nou krijgen? Nou, de Belastingdienst. Die ging er even vlegen tegenaan. Hè? Die zou hier eens een einde maken aan deze flauwe shenanigans. Wat zullen we nou krijgen? Nou, maar die vergalopeerden zich helemaal. Die gingen veel te ver. En die hebben dus allerlei families. Mensen die helemaal niks verkeerds gedaan hebben. Die zat helemaal klem. Die kon nog geen kant meer op. En zo werden zelfs de kinderen weggehaald. Eén grote doffe ellende. Een drama. Een verschrikkelijk drama. Nou ja, Rutte probeerde natuurlijk allemaal een beetje onder het vloer te schuiven. Hè. En heel veel van de pers waren helemaal niet geïnteresseerd. Want er zijn allemaal vriendjes van Rutte. Die belt hij op. Ja, met mij ook een goed rutje. Ja, maar ja, gelukkig mag dat een Trouw en een RTL Nieuws. En Renske Leijten in de Kamer. Vrie als ik kan. Piet Omtzigt. Die maakte er wel gewacht van. En die zei wat tussengoed verdomme. En die hebben het eindelijk op de kaart gekregen. Nou, toen kwam er een rapport. En het rapport bleek dat het rapport. Ja, dat was vernietigend. Dus het kabinet moest aftreden. Toen moesten ze aftreden. Bam, kabinet gevallen. Bam, auw, helemaal kapot. Nou ja, zeg. Nou, en toen moesten er, er kwamen er nieuwe verkiezingen. En verkiezingen geweest. Toen waren er weer, moesten er weer coalitiegesprekken gevoerd worden. Hè? Formatie. En dat was zo'n formateurtje. Ollongren. Die was aan het formateren. En dus zat ze daar eens even daartussen formateren. Even lekker te eten. Zo. Lekker te eten. En toen deed ik eerst een bericht. Je hebt corona. Godverdomme. Helemaal in de haard. Pak ze al de spullen en ze rent weg. En had ze één blaadje dat ze dus niet in het tasje gedaan. En had ze voor de graag een foto van gemaakt. Vergroot. En wat stond erop? Pieter Omtzigt. Functie elders. Wat zullen we nou krijgen? Functie elders. Dus die moet gewipt worden. Omdat hij dat verschrikkelijke onrecht aan de kaak gespannen heeft. Wat zullen we nou krijgen? Voor Rutte. Is dat waar? Heeft u het over Omtzigt gehad? Nee. Wie? Omtzigt? Nee, daar weet ik niks van. Wie is dat? Nou, toen ging ze allemaal uitzoeken. Toen bleek dat dit wel gedaan. Dat is er wel over had gaan. Stond gewoon zwart op wit. En toen ging hij in de kamer en zei van... Ik heb me dat verkeerd herinnerd. Ja, ik heb me dat... Ja, heel gek. Ja, dat gebeurt soms. Herinner je gewoon verkeerd. Iedereen keihard lachen. En ik dacht, ja, kom dat dan zeg. Nou, toen kwam er een debat daarover. En dat was heel link voor het. Hè. Maar toen heeft Kaag, die eerst nog zei van... Hier zijn de onze wegen. Hier zijn de onze wegen. Toen hebben ze snel een deeltje gesloten. En toen zei ze tegen Rutte van... Nou ja, als jij nou zorgt dat mijn vrouwtje Vera de nieuwe voorzitter wordt... Dan zorgen wij dat jij gewoon lekker kan blijven. Want je wil natuurlijk wel op je plek blijven. Want macht is fijn, joh. Dat is my precious. My precious. My precious. My precious. My precious. Maar dat is allemaal voorbij nu. Want weet je wat? We nu krijgen nieuwe bestuurscultuur. En dan is hier eindelijk al deze flauwekul, al deze rottigheid, al dit gekonkele foes is voorbij. Nou, ik kan werkelijk niet wachten. Het is wel met dezelfde mensen. Dat wel. Dus het is jammer. Maar goed, het is in ieder geval een mooi woord. Bestuurscultuur. Dus ik heb er heel veel zin in. Dit wordt echt een mooi jaar, jongens. Dit wordt echt een hartstikke mooi jaar. Oh.